hier. Ja. Ook 1 centimeter, hè? Ja, 1 centimeter. What will be zeker? What will be a real challenge though is... Okay, moet ik hem voor je uittekenen? Nee. Ja. Oké. Okay. Oeh, en het is nog maar nepstof. Nou. Kijk eens. Oeh. Nieuwe fashion trend. Ja, hè? Ja, en we moeten eigenlijk, als we het geheel hebben, moeten we kijken van is het genoeg. Hoe zeg je? Het is niet dat ik met milk en met bisvet. Nee, het hoort niet nog lager te zijn. Ja, nog hij wordt nog lang, hè, maar we hadden niet zoveel. En wit, hè? En bijtje. Wordt hij niet getailleerd? Nee, dat hoeft niet. Dat kunnen we iets meer getailleerd maken. Wat materiaal? Wat denk? Meer materiaal in. Ja, het moet kloppender worden. Oké. Draai eens om. Dit kan wel een andere functie hebben, maar... Nou, ik... Ja? Oh ja. Ja, er moet meer kloppen komen. Oké, maar dat kan. Maar dat kan. Dat is geen probleem. Nee. En dan helemaal zo naar beneden. Watch this baby. Uh-huh. It's a little too short. At the moment. But at the moment. But we it'll have, grow. We have hope. There will be length. But the fleece, the sleeves do fall right. It's just a little tight, so we have to widen them a little. But yeah. Huh? We need to widen the sleeves, but they fall right. Doesn't that fall look just right? Yeah. That is great how it's the color. Yeah. Yeah. Yo-ho! And now imagine it in white. Imagine it in white. Kijk. He's already. Now krijgen we the poses. Okay. The hand seals. The hand seals. Okay. Now imagine in white. Yes. Yes. In the white. The sleeves a little bit shorter. Ik zie die niet om te draaien. Oké. Okay. Hoeveel zo'n? Ja. Laat één keer omslaan. Niet zo benauwd zoompje doen, hè? Ja. Dus dan wordt het 100. Hier. Hier heb je hem, 135. En dan maak je hem 140 met een mooie zoom. 140. Ja, en dan moet ik even hier dan. Want dan moet ik eigenlijk vanaf de onderkant rekenen, want dat is bij die andere, hoewel we krijgen straks hetzelfde. Ja. Het voeren? Voeren, ja, ze voeren. Is hier nog behoedzaam bij, Maarten? Wat? Nee, niks. Allemaal gewoon 100% beton. Opeens blijft er heel weinig van de stof over. Wat? Hij moet beter klokken nog. Nou, goed zo. Ja? Ja. Dus dan moeten we van hieruit nog... Heeft hij hem achter, heeft hij er nog weer wat meer klok in zitten. Ja, dat is niet zo gek. Zo. Ja, dan moet je maar iets goed doen, maar... Kom. Goh. Kijk, nou hebben we wat tijd over. En ik heb stof. Wie is dat? Ik verwacht zo langs. Oh ja. Ik was even. Mag ik hem even? Ja. Of niet? Als het een beetje mooi is, dan zou... Dat zou het mooiste zijn, als je hem zo kunt maken. Kijk, nou wat het beste is dat je hem eerst...
verderop. Je was aan het zigzaggen. Ja. En dat was zodat de stof niet ging rappen. En verder had je verteld dat je dat bij de paarse niet had gedaan, want daar had je geen zin in. Ja, en dat kost dus het meeste tijd. Als ik dat maar gedaan heb, dan... Ik kan het inderdaad wel snappen, aangezien we reden van de stof hebben. Ja. Onderhand. Wil je even helpen? Ja. Zo. Ja? Zo, zie je dan? Kijk, volgens mij is dit beter zo. Onder je armen. Ja. Is er nog wat doen? Heb jij Linda ook gedaan? Ja. Ben je Hanny nog aan het doen, man? Ja, ik ga Hanny doen. Help me. Van je speciale thee. Oh, dat is makkelijk om. Oh ja. Oh, dat gaat makkelijk aan, ja. Volgens mij zijn die mouwen een stuk beter. Is ook leuk. Maar... Oh ja. Even omdraaien. Is het al klaar? Ja. Heb je die er goed op? Ja. Dus, wat is er net gebeurd? Wat er net gebeurd is, ik had de hele krager op zitten, de binnenkant. Dus dan was het, dat is het ultiemste, dat is het moeilijkste moment van de mantel, de kraag. En hoe dat er dan uit gaat zien en zo. Ja. Dus ik doe de eerste speld eruit en hij blijft vastzitten. Dus ik doe zo heel, ga ik die kraag zet ik erop. Hè? En wat gebeurt er? Ik ben klaar en is de spoel leeg vanaf 3 steken van het begin van de kraag. Nou, dan ga je even... Ja, dan lacht iedereen. Want iedereen heeft leedvermaak. En dan, meestal lach je dan als je leedvermaak hebt. Oké, en voor de mensen die niet kunnen naaien, wat dat betekent dus? Dat betekent dat je weer helemaal overnieuw moet beginnen. Want ook alle spelden zijn eruit. Dus ik moet de hele kraag weer opnieuw leggen langs de hals. Met andere woorden, het is alsof je niet genaaid hebt. Ja, precies. Je bent net of je een half uur of een uur geleden bent gestart. Nee, maar dit keer is de kraag wel gelukt. De laatste maar we gaan eerst en nu nog afnaaien. Precies, ik speld hem en dan moet je hem weer passen. Want dan moet je even kijken of het voordat ik hem dicht maak. Ja. Ook dat nog. Dat de plak. Nou bloed op de jas. Nou, je leeft. Ja, ga je een groene ding doen? Een groene ding. Ik schrik me dood, zeg. Nou, gelukkig wordt het allemaal vastgelegd. Ik bedoel, je ziet er al niet uit. Oké, ik word niet naaien meer. Ah, niet op wind, wat jammer nou. Wat? Oh, nou moet ik het project stoppen. Oh, ik kan het smeren op de onderste laag, wordt toch rood. Ik spel. Hij heeft die dikke kraag erin zitten, tussen zitten, dus dat valt alles mee. Doe je haar er even overheen. Die sterk moet er wel af. Nee, blijft niet. Die staat niet. Jawel, ik vind het wel staan. Wat? Die lange staart erbij. Oh. Desnoods spelt ik het op, maar het gaat niet aan. Zie, want die kraag lijkt ook iets hoger groter. Ja. Ik vouw het nog van laken om die kussens heen en dan zit er een sloop om die dunne kussens heen. Maar het is leuk als gewoon een kus omheen te trekken. Weet hoe je het moet doen, hè? Ja. Gewoon recht toe, recht aan. Gewoon recht toe, aan één kant doorstikken. En dan kan je de lengte bepalen later. Ben je kraag eens goed? Goed van jou.